Dick Advocaat, hoe kijkt u terug op deze eerste wedstrijd van Sparta onder uw leiding? Teleurstellend resultaat. Maar ik ben toch tevreden met de instelling van de spelersgroep. We hadden ook meer verdiend. Ik vind zeker dat we minimale punten hadden verdiend. En eerste helft, zeer overtuigend Sparta. Veel strijd, veel beweging en creëerde ook mogelijkheden. Maar helaas scoorden we niet, terwijl we eigenlijk een 100% kans door middel van muur hadden moeten maken. Ja, tweede helft weet je dat Vitesse beter uit de kleedkamer komt dan de eerste. Want de eerste helft was het eigenlijk alleen maar Sparta. Met de druk die we op de tegenstander hadden. Ja, tweede helft zie je een fase van de wedstrijd waarin Vitesse 15, 20 minuten het spel dicteert. En daar scoren ze dan ook uit. Maar de laatste 20 minuten, 15 minuten toen we wat meer risico namen en wat wissels namen. Ja, krijgen we toch ook weer de kans om die gelijkmaker erin te maken. En ja, dat geluk moet je een beetje hebben, maar dat was vanavond niet aan onze kant. En, maar nogmaals, als we met deze instelling doorgaan, dan komen de punten vanzelf. U zei bij uw aanstelling, Sparta is op dit moment doods. Als we vandaag kijken, er zat een schwung in. Sparta, er werd op allerlei vlakken gejaagd. Ze gingen voor elkaar door het vuur. Ja. Nou ja, daar hebben we continu op gewezen natuurlijk. Want dat was het voordeel dat ik die laatste twee wedstrijden gezien had. En daarvoor liet ik ook vallen van, er zat geen bezieling in. En dat heeft niks te maken met die vorige trainer, echt niet. Maar dat heeft gewoon te maken dat het elftal op een of andere manier niet vooruit te branden was. Nou, dat hebben we ze ook verteld, de staf. En als jullie zo willen degraderen, prima, maar dan niet met mij. En continu opgewezen van dat wij, en dan hoef je helemaal niet de beste ploeg te hebben. Maar als je met een goede instelling het veld gaat, met een positieve instelling het veld gaat, kan je gewoon punten pakken. Als we nu kijken naar deze wedstrijd, die gaat dan verloren. Dat is natuurlijk teleurstellend. Maar hoe was na afloop de sfeer dan in de kleedkamer? Wat wordt er dan over gezegd? Maar ik heb gezegd, jongen, natuurlijk teleurstellend dat we niks gehaald hebben. Maar het positieve is dat ik een heleboel punten eruit kan halen wat we zeer goed gedaan hebben. De agressiviteit, de pressie ook naar de tegenstander tegen Vitesse. Wat gewoon een goede ploeg heeft. Ik geloof dat één speler, dan kunnen wij het hele Sparta van kopen. Dus wat dat betreft, dat moeten we meenemen. En dan krijgen we volgende moeilijke wedstrijden. We krijgen alleen maar moeilijke wedstrijden. En dat is aanstaande zondag tegen Excelsior, die het natuurlijk uitstekend doet. Excelsior is altijd een wedstrijd waarvan je kunt zeggen, dat ligt altijd gevoelig hier bij Sparta. Nou ja, in principe moet iedere wedstrijd nu gevoelig liggen voor Sparta, want we hebben die punten nodig. En dan maakt het niet uit tegen wie. Vandaag stond er één nieuweling bij Sparta in de basis, ten opzichte van de selectie die er al was. Fred Friday, hoe vindt u dat hij het heeft gedaan? Ja, na omstandigheden heeft hij het goed gedaan. Hij is natuurlijk pas 3 dagen is hij aan het trainen. Dus de samenwerking is nog niet echt optimaal. Moet ik komen, moet ik wegblijven, dat soort dingen. Ja, dat krijg je alleen maar door veel te spelen. En, maar je ziet toch dat de spelers met heel veel dreiging. Een andere speler waarvan we de afgelopen dagen natuurlijk veel hebben gehoord is Guveli van Fenerbahçe. Daar horen we berichten over dat hij geblesseerd is geraakt vandaag in een wedstrijd. Nou, hij heeft vanavond met de beker meegespeeld, wat ik al niet begrijp. Want ik dacht dat alles rond was. Blijkbaar zijn dan niet alle papieren getekend al, anders kan dat niet gebeuren natuurlijk. Maar als het zo is dat hij echt een hamstringblessure heeft en hij is 4 weken eruit, dan hoeft hij voor mij niet meer te komen. Ik kan me voorstellen dat dat ook een enorme streep door de rekening is. Als u ook al zegt van hij speelt wel, dan kan ik me voorstellen dat er ook misschien in de communicatie daarin iets anders is afgesproken. Nou, ik weet niet hoe de communicatie geweest is, maar die communicatie is niet goed geweest, want anders had hij niet gespeeld vanavond. Ik kan me voorstellen nu, je zult ongetwijfeld contact hebben, of Leo Beenhakker zal het hebben, dat er dan, hoe dat nu gaat. Iemand van Sparta heeft contact met de manager van die speler, dus, en die heeft hem al gesproken. Maar de uitkomst heb ik nog niet echt goed gehoord. Afhankelijk van hoe ernstig die blessure is, kijken jullie of die nu wel of niet komt? Ja, maar normaal tweede graads hamstrings, dat is al 3, 4, 5 weken, dus... Dat is wel teleurstellend. Heel teleurstellend, maar ik wil toch ook weten hoe wij het gedaan hebben, want normaal gesproken blokkeer je dat. Als je rond bent met een speler, blokkeer je dat hij nog gaat spelen. Dus dat begrijp ik niet zo goed. Want hij zou morgenochtend komen. Dat wordt nog besproken, denk ik dan. Dat wil ik dan wel even weten nog, ja. Aanstaande zondag dan in ieder geval die belangrijke wedstrijd tegen Excelsior. Zonder Guveli in ieder geval. Sowieso, ja.